Wij zijn vandaag alles aan het vastleggen. Vlogcamera en professionele camera. Oké, we hebben net dit klaargelegd. Rode loper en de... die dingen. banners staan hier. En binnen zijn we ook nog bezig met een groot doek. Ballonnen. Oh, we zijn nu aan het opblazen. Ja, maar dit klopt wel, toch zo? Ja, ja, dit klopt. Ja, precies. De twee lange altijd. DJ booth. Ook bijna klaar. Bijna. Bijna. Bijna, nog heel even. Oké. Okay. Ja, hoe pak ik het? Schuif ik weer even? Ja. Komt goed. What's good? Nee, ik ben even mee aan het helpen bij een event. Dat merk ik. Awas! Tongo! Hé, hey, doe even... Wat moet ik doen? Ademen. Oké, komt goed. Hey, voel je je? Ballen, jongen. Ik voel me echt gespannen. Ja, we hebben net veel dingen al klaargezet. De banners, ballonnen. Rode loper, et cetera. Ja. We gaan nu naar de stichting, Molukse Stichting in de wijk. Niet in de wijk. Oh, niet in de wijk. Iets buiten de wijk. Iets buiten de wijk. om even te lunchen. Wat nog meer? Briefing. Briefing. Bidden? Ja, bidden. Bidden samen en dan... Hier, daar heb je Tim. Oh. Kom eraan! Ik kom eraan! Dat was Tim Streefkerk. Hoezo loopt hij daar dan? Dat was de conservator van het Scheepsvaartmuseum. Ja, die is er ook. Die gaat hij ook spreken. Heeft, deze editie gewoon echt keihard gemaakt voor het. Hij heeft zich hard gemaakt voor deze editie voor de. Als collectors item. Als collectors item. Hè? Ja, ja. Voor het Scheepsvaartmuseum. Ja. En ja, man. Spannend. I know. Ik word ook zenuwachtig. Ja, man. Maar wel gezonde spanningen. Ja. Ik heb er wel zin in hoor. Sowieso, je hebt keihard aan gewerkt. Al vet lang. Ja, 2 jaar. Echt hè? En jij was eigenlijk een van de eerste die echt vanaf het begin van het proces erbij was hè? Ja, het is echt mooi om mee te maken gewoon. Dat het nu die hele visie gewoon werkelijkheid wordt. Echt bizar eigenlijk. Ja. Oké. Okay. Ja. Exciting! Stichting. Is dit stichting? Ja, oh ja, de stichting is helemaal vernieuwd, toch? Ja. Ik heb hem nog niet gezien. Ja, man. Hoe heet de stichting? Stichting Dewan Maluku Zevenaar. Oh, Dewan. Hier naar links en dan naar rechts. Hallo. Hallo. Lekker soep. Lekker soepie. Ik wou er eigenlijk nog eitjes bij doen. Allemaal te goed hier. We lopen de prijs in. We lopen van al zegen in de doodschip.
Want dat zou aanwezig zijn straks, de Lucia. Zo, alles goed zal lopen. Goed eind zal hebben. En dat het aanwezig is, sprekers, de offers door, en het geldt op de individuele mensen. We dat weer kunnen. Met alles heel goed, vraag mij in de naam van de Zoon, Jezus Christus. Amen. Het is bijna go time. Het is 1 uur geweest. De mensen komen ja, eigenlijk misschien nu al binnen. Langzaam binnenlopen. Half twee. We zijn nog even wat dingetjes aan het doorlopen. Met de muziek, lichten, geluid, video's, et cetera. Ik zit nu boven. Dat is de een na laatste rij. Maar de mensen die spreken en ja, de mensen die Lucas heeft uitgenodigd, die zitten daar rij 4, 5 en 6. Dus daar zit ik straks. Spannend hoor. Ik heb ook het draaiboek gezien natuurlijk. En ja, het is gewoon vet om die dingen die in het draaiboek getekend en wat dan ook, dat ik dat nu gewoon hier zie op het podium. Ja, gewoon die visie en dat het gewoon werkelijkheid wordt. Echt vet. Very exciting. Ja, ja, is goed. Alrighty then. Oké. Ik zit hier samen met Cynthia Rosalia. Yes, en wat ga jij vandaag doen hier? Ik ga een spoken word stuk performen bij het Knowledge by Roots event. Over je dromen volgen en ja, echt je creativiteit gebruiken om je knowledge by roots ja, gewoon te uiten, zeg maar. Ja, ja. In te zetten. Mm-hmm. En Lucas is, hoe is hij related? Mijn oom. Zo oom. Ja, oké. En jij bent dus van de vierde generatie? Vierde generatie, ja. Wat vind je ervan dat Lucas dit zo doet? Ik ben zo trots op hem. Ja, als ik hem ook zo zie, weet je wel, dan denk ik van ja, ik ben zo trots gewoon dat hij dit allemaal heeft bereikt al. Mm. En ja, ik ben gewoon heel trots. Ja, ja. Zeker. Ik ben ook heel erg benieuwd hoe het vandaag gaat lopen. Ja, ik ben benieuwd naar jouw stuk. Yes, ja. Ik ben ook heel erg benieuwd hoe het gaat lopen. Ja, we gaan naar de reacties en zo van iedereen. Dus, ja, ja, zeker. Mm. Nou, let's see how it goes. We gaan het zien. Ja. Hallo! Ik drink tussendoor even. Heel even hoor. Oeh, lekker! Ja, leuk jouw kiesje. Ja, hallo! Okay. Alles goed met u? Ja, goed hoor. Goed zo. Mogen we hieronder spieken? Is leeg. Speciaal. Ja, ik was Oh, nice! Alleen nog de ei. Alleen ei. Oh, oké. Zit je op? Nee, dit is pas voor een catering. Die ik nog... Oh. Never mind. Ik dacht al. Ik heb drie dingen op een dag. Dus een foyer, straks wel hapjes. Ja. En dan een catering tussendoor, die weg moet. Ja, ja. En dan s'avonds voor hier voor de verkoop. Oké. Heel druk. Ja, druk. Ja, pop of een stukje. Daarom mag ik daarom. Hallo, kom maar. Hallo. Oké, het is bijna tijd om van de stichting naar het Musiater te lopen. Gelukkig is het maar 2-3 minuutjes lopen, dus we kunnen elke keer heen en weer. Maar de bedoeling is dat we nu met alle sprekers en Lucas dan daar naartoe lopen en worden ontvangen met Tifa. Dus eigenlijk een Molukse drum-instrument. En dan gaat het beginnen, mensen. Echt, de spanning stijgt met de minuut. Oké, we gaan. Let's go.
We zijn hem allebei aan het volgen. Lekker de rug heel breed. Heb je er zin in? Yes. Wat ga jij precies doen? Ik ga op het podium zitten en een beetje praten over Jamu. De Jamu. Dat is jullie onderneming? Dat is onze onderneming. En het is een... cultureel erfgoed wat doorgegeven moet worden. Okay. Daar staan wij voor. Ja, en wat is dat precies? Het is een het is een drankje wat oorspronkelijk uit Indonesië komt om de gezondheid te behouden. En op basis van verschillende kruiden uit de natuur en specerijen en planten. Ja. Dus we maken dat drankje. Oké, en mocht je een video daarover willen zien, ik heb daar een vlog over gemaakt. Yes, ga het checken, alsjeblieft. Check it out. Yes. Ja, het is leuk, want we hadden elkaar voor die tijd nog niet ontmoet. Nee, toch? Maar jullie hadden mij toen 2 flessen gestuurd. Ja, helemaal naar... Arnhem. Nee, wel naar Arnhem. Ja, niet naar Denemarken. Nog niet naar Denemarken, ja. Maar super lekker. Toch? En gezond. Goed zo. Ja. Goed zo. Oké, nou, we gaan het zien vandaag. Yes, wat vind je ervan dat Lucas dit doet? Ik vind het geweldig. Ik ken Lucas al een paar jaar. Ja. En het is mooi dat hij... is waar hij nu is en dat wij dat met hem mee hebben mogen maken. Ja. En dat we vandaag een uitverkochte zaal staan waar hij zijn verhaal mag doen. Zeker. Ja, toch? Ja. En ik vind het ook mooi dat de knowledge die jullie hebben ook gewoon delen met de mensen nu. Uiteindelijk draait het allemaal daarom, toch? Dat we het allemaal door kunnen geven naar volgende generaties. Zeker. Nou, wij lopen nu naar het museater en... we worden dus zo ontvangen met tipa's. Yes, let's go. Let's do it. Kwam ik dus in contact met onder andere Lucas, maar ook met Ridwan Omarella en met Marcel Matulessi. En ja, dat heeft heel veel veranderd, want ja, ik moest mijn boek, het manuscript wat ik dan toe had, ik had het al grotendeels af, moest ik echt wel rigoureus veranderen. Waarom dan? Omdat... waar ik achter kwam gaandeweg is dat er best wel veel verdraaiingen in de geschiedenisboeken terecht zijn gekomen, met name als het gaat om Banda. En dat lijken soms kleine dingen, maar het is zo, gaat zo ver door dat zelfs in het jaar 2021, dat was vorig jaar, hebben allerlei musea, historici, hebben aandacht besteed aan dat het 400 jaar geleden was. Maar nog steeds wordt er gepraat alsof de genocide compleet was. Alsof er geen niemand meer over is die nog kan vertellen hoe het was. En dat is gewoon niet waar. En hoe ben je daar achter gekomen? Ja, ik zal het nooit vergeten dat Lucas, was toen Lucas samen met Ridwan zijn op een gegeven moment naar mij toegekomen. En zijn gewoon gaan vertellen van maar dit is allemaal onder het tapijt geveegd. En dit is het, het ware verhaal. En er zijn dus wat heel belangrijk is, en dat is een beetje de rode lijn van mijn boek geworden, dat er dus niet op Banda zelf, vandaar werd natuurlijk die plantagekolonie gesticht met heel veel tot slaaf gemaakte mensen vanuit verschillende delen van de wereld. Maar dat de nazaten van degene, van de Bandanezen van voor 1621, dat een belangrijke groep gemigreerd
is naar de Kei-eilanden, het nog oostelijke gedeelte van Indonesië. En dat die daar tot de dag van vandaag, dat daar gewoon een community is die, die zich als Banda, of eigenlijk Wandan, dat de oorspronkelijke naam is, die daar wonen en ja, geschiedenis herinneren. Ja, dat is niet dat woord, maar geschiedsvervalsing, dat is even wat bij mij opkomt, hè? Geschiedsvervalsing. Er zijn natuurlijk heel veel dingen niet in, er staat gewoon heel veel dingen niet in de schoolboeken. Hè? De reden dat we dit hier aangeven is om jullie dus van bewust van te zijn. Dat sommige dingen ook anders kunnen zijn. En dat niet alles geschreven staat, hè, dat veel verteld moet worden. Of, hè, dus als je achter je geschiedenis wil komen, ja, ga vragen. En neem dus niet alles aan, denk ik. Hè? Het is vooral niet de bedoeling om hier boos van te worden en hier boos weg te gaan van hè? Ik bedoel, toen ik dit verhaal voor het eerst hoorde, toen ging er bij mij ook wel iets broeien van, ja, wat voor dikkies, weet je. Hoe kan het nou dat Nederland ja, niet juist vertelt? Maar goed, het is gewoon zo. Het is van belang, dat zegt Lucas ook, weet je, ben je er gewoon bewust van? Hè? Dat het zo is. Ben je er bewust van wat er wel is gebeurd? En wat er wel is gebeurd met Banda, dat is dus hier heel mooi in te lezen. En jij hebt destijds voor Lucas ook iets in het boek geschreven, dat is 20 april vorig jaar. Lucas, dank voor jouw rol in de totstandkoming van het boek. Ik hoop dat je meer zal gaan spreken en dat het je steeds makkelijker af zal gaan. Nou, alsof je al voorzag dat dit zou gaan gebeuren en dat hij hier gewoon wegspreekt. Nou, te gek, dan overigens over toeval gesproken. Dit boek, Marjolein, strakjes in de foyer, heb je meegekregen van huis uit. Tot hoe ben jij nu hier gekomen? Dus verbinding maken met jezelf, met wie je bent, van binnen en dan naar buiten brengen. En daar sta ik voor, dus daar begint het ook bij. Het is niet alleen maar even een selfie en een video. Tuurlijk, dat hoort er ook bij, zeker. Dat is een onderdeel van, maar het begint in die diepere laag. En als je ervoor open staat om daarnaar te kijken, wie ben ik? En wie wil ik laten zien? Ja, dan trek je eigenlijk het hele potentieel wat er binnen jou eigenlijk al schuilt, trek je dan open en dan kan je dat laten zien. En dan vanuit daar ga ik als ik terug op jouw vraag. Wie ben jij? Wie wil jij laten zien? En dat betekent dat je van bewustwording, awareness, wat Lucas Stoker heeft, gaat naar bewustzijn. Durf jij het aan om in die diepere lagen van jouw zijn het te gaan ontdekken en jouw talenten, kwaliteiten en jouw volledige potentieel aan te spreken en in te gaan zetten. Want er is meer van jou. Dus neem het mee. Elke dag even weer de vraag aan jezelf stellen. Wie ben ik? Wat wil ik uitdragen? Wat wil ik meegeven aan de wereld? Op een jaar of 10 moeten we zeker wel in aanzien wat de fabriek hebben staan. Ja. De fabriek in Nederland die willen we binnen 2-3 jaar realiseren. En dan doen we ontwikkeling. Dus zouden we dan kunnen zeggen dat we over 10 jaar Lucas zijn merk op de Molukken kunnen meeproduceren, zeg maar. En dat er ook dus een deeltje made in de Molukken komt te staan. Ja, dat is mooi. Maar ook dat, ik hoop dat de kleding heel lang meegaat, maar als die versleten is, dat, die dan, dat wij hem dan kunnen recyclen. Ja. En dat er dan weer een nieuwe kleding van gemaakt wordt. Ja. Dat is het eigenlijk doel. Nou, wat een perspectief is dat, hè? Dat is echt heel, heel gaaf. Wat je inademt. Aroma's van opgekropte gevoelens. Verscholen, verslagen, liggend in een graf van schaamte. Niet durven opgraven wat verborgen ligt en niet durven luisteren naar het geluid van je eigen hartslag. Meer passie voor wat je doet, meer passie voor dat wat onze ziel voedt. Knowledge by roots, because the roots deep down the earth are the ones that make us more passionate. Ontmoet jezelf op ogen, zodat je net wat dieper kan kijken in dat wat donker is. Wat voor ons velen onnodig is, maar we bewegen door verleden, bekneden, zie ideeën over land en zee bewegen. En als jij niet wil meebewegen, zijn er andere wegen. Wegen van wat niet weet zal komen gaan. En
Het zal je muren verven tot je niet meer in het midden kan staan. Kan je drijven in de rivieren zonder water. Kan je ondanks de hitte de oase laten. Dat moet je jezelf. Zei, ja dat klopt, maar er was meer. En toen hebben we echt een ontzettend inspirerend gesprek gehad. En toen dacht ik, ja, die trui is een heel mooi symbool voor hoe die maritieme geschiedenis vandaag de dag mensen misschien pijn doet, maar misschien ook gewoon wel inspireert. Ja, heel interessant. Nou, ik vond het heel bijzonder dat hij enerzijds, zeg maar, het verhaal van het Nederlands Indië, mag ik denk ik niet zeggen, Indonesië, kolonialisme in, zeg maar, de Indonesische archipel, verbond aan de oprichting van de WIC. Want heel vaak als het over kolonialisme en slavernij gaat, dan zijn er toch een beetje twee uitersten. En ik vond het heel tof aan die 1621 brand, die lijn, dat hij dat met elkaar verbond. En dat is best wel verfrissend, denk ik stiekem. Dat het gaat gewoon over algemeen kolonialisme en dat we daar allemaal een onderdeel van zijn. Mm-hmm. En dat we allemaal een stukje te vertellen hebben uit die geschiedenis. Ja, precies. Ja. Let's go! Nou weet je, zo bijzonder is het. Want kijk, het is leuk, hè, die overdracht nu, maar besef je ook dat dus jouw nazaten, onze nazaten, over 200 jaar, dat die op internet, of weet ik hoe dat dan gaat, misschien 3D, 4D, hoep, weet je wel. En dan komt gewoon jouw item komt dan gewoon. Ja. Met jouw verhaal. Ja, zeker. Maar daar ben ik Tim ook echt, echt dankbaar voor. Ja. Dat hij het merk ook hard heeft gemaakt voor het museum. Ja. Dus dat is ook niet voor niks dat we nu ook hier zo zitten. Sorry, mensen moeten bang zijn. Precies, het kan allemaal. In Indonesië beginnen mensen vaak met een kruidentonic. 'S ochtends om hun lichaam te reinigen. En in Nederland zijn mensen bijvoorbeeld gewend om een glas melk te drinken.
want het zou zogenaamd goed zijn voor je botten bijvoorbeeld. En dit, in ieder geval wat wij maken, de kruidentonic, is om je immuunsysteem uit te balanceren. Dus eigenlijk om de beste versie van jezelf te zijn. Ja. De kruidentonic die wij maken, die bestaat uit ongeveer 12 kruiden en specerijen. En die zorgen er allemaal voor dat de werking die ze hebben echt geactiveerd wordt. En de basisingrediënten zijn kurkumawortel en gemberwortel. Samen zijn wij je reis begonnen. En we zijn bij elkaar gekomen op een hele vreemde manier. Maar onze voorvaderen zeiden, hoe ver jullie ook van ons zijn verwijderd, je zal altijd de familielid tegenkomen. En ik kwam hem tegen. Mijn voorvader, Kusalamu, met Opula Wataka, het waren broers. Ook bekend als Rajawai. En wij maken onze dromen zichtbaar. Wij maken de echo's zichtbaar door te delen. En samen leggen wij symbolisch de pijl op de grond. Want wij vanaf vandaag zijn zichtbaar. Aan elkaar gepraat en is de host eigenlijk van het van vandaag. Hoe was het? Ja, te gek. Die energie op het podium van iedereen, van het publiek te voelen, van Lucas, van alle sprekers. Ja, gewoon te gek. Heel bizar. Ja, dan gaat het heel lekker. Dan gaat iedereen ons ook gewoon zichzelf. Dus dan en het publiek die ook gewoon lekker mee. Lekker ja? Interactief ook gewoon. Ja, zeker. Dus, en heel goed gepresenteerd ook, vond ik. You. Ja, alles liep zo vloeiend en zo inspirerend allemaal. En er staat gewoon een hele lange rij voor bestellingen nu. Ja, of niet? We kijken inderdaad daar naartoe nu. Ja, we zijn zo blij dat alles gewoon, ja, dat mensen het voelen. Hè? Dat merk en het hele verhaal en concept erachter. Dus ja, wij zijn dan vanaf vanmorgen om 10 uur, misschien wel eerder, al bezig geweest om alles op te zetten. Zie de ballen. En dat alles nu gewoon goed verloopt. Het voelt gewoon zo goed, hè? Ja. Ja. En we zijn zo blij happy. Voor jou, Lucas. Zo happy. Ja, ja. Ja. Maar je hebt er keihard voor gewerkt. En dat wij dan eventjes op zo'n dag als vandaag, en natuurlijk een stukje voorbereiding, mogen meegenieten, zeg maar, van jou. Maar dan op zo'n dag als vandaag, dat er alles dan samenkomt. En dat we jou ook zien glunderen. En dat, ja, weet je, je kunt het nu lekker loslaten. En, ja, die sales, dat gaat echt lekker. Gaat en gewoon, komen. Het is niet alleen dat natuurlijk, hè, maar we zien ook mensen die het boek kopen, hè? Van Marjolein van Begeen. Ja, dus ja. Die banda, ik heb net een man weg zien lopen met 5 exemplaren. Ik vraag, wat gaat u daarmee doen? Ja. Hij zegt, ik ga het aan iedereen geven die dit gewoon moet weten. Ja. Ik zeg, nou dan zal voor de grap. Eigenlijk dan iedereen. Moet er nog 1000 bij komen. Ja. Hij zegt, ik heb er al veel. En het moet gewoon. Het moet gewoon.
gewoon verteld worden. Ja, al die dus, verhalen, geschiedenis. Echt, mensen moeten gewoon meer bewustwording krijgen over de geschiedenis. Maar met dit merk gaat dat sowieso doen. Echt, het gaat echt een verschil maken, mensen. So, don't sleep on this brand, want het wordt echt huge. Het wordt big. Yes, en wij gaan zo nog even catch a selfie. Gaan we denk ik even, wij samen en dan ook nog met de hele crew, gaan we dat even doen. En we gaan straks nog naar de stichting, even makken, even eten. Yes. En dan ook gezamenlijk afsluiten weer. Hè? We zijn gezamenlijk zijn we dit gaan openen en gaan we ook weer gezamenlijk afsluiten. Yes, thank you. Yes, dankjewel. Ga ik even kijken wat erin staat. Thanks. Dankjewel. Wat, die lege doos of? Zo zwaar? Ik zeg niks. Ze is echt zwaar, tegen, joh. Alles kan tegen mij gebruikt worden. Onderweg naar de stichting. Yes. Yes. Lekker, en waarom hebben we dit bij onze lege doos, hè? Ja, waarom? Omdat Lucas het inbussleuteltje kwijt is. Oh! Van het frame, waar de banner aan hangt. Oh, dus no. Dus meteen komt de delegatie met de banner en het frame. Gewoon, wordt hier zo over de weg gevoerd. Als je daar ook nog even een filmpje van maakt, echt lachen. Ja, ik hoop dat heel veel gaat waaien. Dan vliegen ze weg met dat ding. Oh, dan komt het bord aan hoor. Ja. Jawel. Oké, dan. Nu is het wel. Nu wel, hè? Nu zit er wat in de pannen. Zijn niet meer leeg. Oké. Okay. Ja, 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 niet schoonvallen. Voor hier, almachtige God hier. Bedankt u weer voor deze dag. Bedankt dat u een interessant bij hebt. Dat is goed gelopen. Bedankt voor de zegen. Dat goede dingen. Die gedaan zijn, die gebeurd zijn. Door de God hier. Die we lopen en prijzen weer op u. Met kanaal. Iedereen, één iedereen, een goed en klein, zegen. Met al personeel, alle sprekers, alle zeven, moet het allemaal veilig thuis brengen. Dank u, Heer God. 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 In de naam van uw Zoon, Jezus Christus. Amen. Amen. Dank u wel. Zie je wel? Oh, fijn. Mooi. Mooi. Dank u wel. Oké. Yes. It's a wrap. En ik ben kapot. En ik ook. Ja man, het is, we hebben het gedaan. Het hele jij team. Jij hebt het ook gedaan. Ja, samen. Het team. Ja. Jij was er vanaf het begin af aan bij erbij geweest. Van echt starten van de bodem. Tot aan het event. Ja. En ja man, het was echt geslaagd. Het was echt een geslaagde dag. Alles ging gewoon heel soepel eigenlijk. Niks was gemaakt, alles ging vanuit het hart. Ja. De sprekers, de mensen die er zijn geweest. Mm. Stichting de hier, sfeer. Het bidden, ja. Het huilen. Ja. Alles, alles eigenlijk. Alles, ja.
Ja. Maar ik denk echt dat je trots op jezelf kan zijn. En ja, thanks man. Terug kan kijken op een hele mooie geslaagde dag. Het is echt, ik denk dat zoveel mensen geïnspireerd zijn geraakt. Met het hele concept, met jouw verhaal, met de verhalen die de anderen hebben verteld. Ja. Ik heb ook mensen lopen vloggen of interviewen, vragen gesteld en die waren ook allemaal onder de indruk. En nou, je ziet het ook wel op de orderlist. Die truien en die t-shirts, ja, die gingen maar... ja, de bestellingen, ja, kwamen wel binnen. Dus mensen wouden meer als één bestellen, maar dat kon niet. Ja, maar dat betekent dus wel dat mensen het merk voelen. Ja, ja, dus, dat is het belangrijkste. Ja. Dat ze snappen wat het merk inhoudt. Ja. Het gaat eigenlijk, het merk gaat eigenlijk... Jij draagt jezelf in het merk. Jij bent het merk met jouw verhaal, jouw kennis, jouw achtergrond. Ja. Snap je? Mm-hmm. En dat is eigenlijk wel het verschil met andere merken. Ja. Je koopt het omdat je bewust bent van een merk. Want dat merk, dat ben je zelf. Ja, dat zo. Ja. Dat is het. Ja, dat is zeker waar. Dus hou de socials in de gaten. Ik zal het hieronder plaatsen. Zeker. Ja. Sowieso stay tuned. Want Gil en ik gaan ook nog... We hebben ideeën voor in de toekomst. We hebben heel veel ideeën, visies die we in de toekomst willen. Die we gaan uitwerken, man. Die gaan we waarmaken, 100%. Ja. 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 Dat zijn het niet, het blijven dit is, niet. Dit is alleen het begin. Het blijven niet alleen ideeën, weet je. We gaan er ook aan werken. Ik heb een boem ontmoet en die zei tegen mij, Lucas, je bent één iemand van de 3D's. Je bent een dromer, een denker en een doener. Maar het belangrijkste is nog die 4D die je hebt. Dat is doorzetten. Dus dat is voor iedereen. Iedereen die 3D's heeft, denk aan die 4D. Dat als je iets wil, dromen, denken, doen. Maar doorzetten is het belangrijkst. Zeker. Ook als dingen tegen zitten. Want ja, mensen weten niet hoeveel er achter de schermen ook... Ja. Ja. Nou ja zeg, kijk, dit wordt het. Even geknipt hè. Je ziet het wat er gebeurt. Hé, maar dit is real man. Ik heb net ook geld, dus dat mag. Ja. Dat mag. Ja. Dus, ja, man. Ja. Dat maakt het ook echt, hè. En dat was het ook vandaag. Het was ook gewoon echt. Gewoon net ook het afsluiten heb ik ook lopen huilen. Ja. Omdat, ik kom toch uit een moeilijke periode. En daar zit ik nog steeds in. Ja. En, zoals mensen ook hebben gelezen in mijn interviews, als ze hem hebben gelezen. Ik kom vanuit een burn-out. En ik heb nog steeds therapie. Ik ga nog steeds elke week naar therapie. Maar dat doet mij niet tegenhouden om zeg maar door te gaan met wat je echt wil. En dat is het belangrijkste. Waar ligt die wil van jou en die wilskracht? Ja. Snap je? Zo. Ik zeg altijd, zonder die man boven mij ben ik niks. Oh, glory to God. Alles mee in gebed. Ja. En dan ook gewoon alles. Dat is gewoon het belangrijkste. Nee, we hebben dromen, visies en we gaan er gewoon voor. Ja. Ja. Dit is alleen maar het begin. Dit is het begin, hè? Dit is het begin. En ja, ik weet niet, ik word ook emotioneel. Gewoon omdat ik het van dichtbij volg voor jou. Maar ook omdat ik zelf ook bepaalde dingen meemaak. En het leven in Denemarken, et cetera. Ja. Het is ook niet niks ver van je familie, alleen in een kamer, met allemaal andere mensen. Het blijven mensen, maar het is toch anders. We hebben heel vaak contact. We begrijpen elkaar omdat we vanuit dezelfde cultuur komen. En dan is het toch moeilijk als je in een ander land zit. Ja. Om mensen elke keer maar dingen uit te leggen. Nee, dit. Dus ja, die struggle. Maar weet je wat het is? Ondanks alles, je bent wel weer... 3 maanden geleden. Februari. Wel weer Nederlands kampioen geworden. Mm. Snap je? Dus, ja. Dat is die... Maar dat is ook dat doorzetten. Dat doorzetten. Ja. Ja. Wij hopen gewoon met ons verhaal en onze ervaringen andere mensen te mogen inspireren. Ja. In hun journey. Ja. Because we rise by lifting others. Don't forget. We only rise by the grace of the Most High. Sowieso.
Snap je? Niet vergeten, Janglupa. Janglupa, Janglupa. Janglupa. Pujituan itu yang pertama. Oftewel, God first. And the rest will lead follow. The way. And the rest will follow. Ja, sowieso. Toch? Mm. Amen. Amen. Tiga kali. Doe dan. Amen. Amen. Oké, nou. Laat je dit ook. Bolin. Ja, toch, waarom niet? Nou ja, bij deze sluiten we dan denk ik de vlog af. Ja. Geslaagd. Wil jij dag. Iedereen even bedanken? Sowieso iedereen die checkt naar deze vlog. Ik hoop dat jullie allemaal geïnspireerd zijn. Niet alleen door mij, maar ook door Keel. Want zij heeft echt de reis meegemaakt. En ze reist nog steeds. Morgen vroeg reist ze terug naar Morgen weer Denemarken. Terug naar Denemarken. Dus ja. Ze is echt een strijder. Ze komt echt speciaal voor dit. Is hier gekomen. Dus sowieso follow, like en abonneer. Subscribe. En follow the movement, man. We gaan mooie dingen doen. Ja. Ja. Bedankt voor het kijken. En ik hoop dat jullie hebben genoten. En dan zien we jullie in de volgende video. Doeg! Doei!